FC Lisse op eigen sportpark ter Spekke tegen IJsselmeervogels. Het is de 25e minuut. Korty maakt de overtreding namens de Vogels. Vermeulen gaat over zijn been. En dan is het de strafschop volgens scheidsrechter Van der Elzen. Het uitgestoken been, Vermeulen gaat liggen en Rodi van de Putten mag plaatsnemen achter de bal. Daar is Schaap, de redding en in tweede instantie. Maar dan Raus vanaf de tweede lijn op de rand van de 16 meter. Hij met de 1-0 en dan dus toch de treffer als Van der Putten mist vanaf 11 meter. En ook in tweede instantie Schaap beter is dan Rodi van de Putten. Maar tegen dat schot is niemand opgewassen, dus ook de doelman van IJsselmeervogels niet. De Vogels nemen de tweede helft het heft in handen. En dat bekronen ze hier met Siazor. Het is zijn tweede doelpunt in deze competitie. En hij brengt IJsselmeervogels volkomen terecht weer naast tegenstander FC Lisse. Twee ploegen die vorig seizoen om de titel strijden in de derde divisie uiteindelijk allebei promoveerden. Het schot is van Usturk. En dan slecht uitverdedigen van Husen. En die scoort wel. Christian van Husen, hij scoort niet zoveel. En dit is een hele belangrijke treffer, want het betekent de voorsprong voor IJsselmeervogels. Het been van Komen zit er dan ook nog even tegenaan. Powell, uitstekend ten opzichte van Van Boksel. Powell houdt het overzicht. Prachtig. 1-3. Doelpuntenmaker Mike van der Laar. Maar wat een goede actie daar van Barry Powell. Is Van Boksel kwijt, wacht heel lang, houdt het overzicht. En Van der Laar mag het dan afmaken. IJsselmeervogels wint van FC Lisse. IJsselmeervogels, gefeliciteerd met overwinning.